Wij zijn de familie Dirks van Opklabbeek en samen met onze zoon zijn we tot op een punt gekomen dat we dachten dat we iets meer moesten gaan profiteren van ons leven. Onze zorg is altijd geweest, dus hoe krijgen wij onze zoon in een jacuzzi, omdat hij toch met een bepaald handicap zit waar dat wij altijd hem moeten helpen. Toen heeft die meneer ons uitgenodigd naar een maatsmakelaar toe en we hebben Kurt toen ook meegenomen. We hebben het systeem mogen benutten. We hebben hem manueel daarin gezet met twee personen, maar ja, op zich was dat niet zo evident om dat elke keer gaan te doen, ten meer dat hij ook zwaarder wordt. Toen had ik al gedacht, kijk, we gaan een systeem moeten ontwikkelen voor dat te kunnen doen. Mijn naam is Kurt Dirks, ik ben 37 jaar. Ik leid vanaf mijn geboorte aan de handicap. Dus ik zit in de rolstoel. Ik kan alleen niet lopen, maar voor de rest zijn alle functies vitaal. Ik probeer ondanks mijn handicap het maximale uit mijn leven te halen. Die jacuzzi heeft daar heel veel verandering in gebracht. Want voordat we de hotspring aankochten, heb ik verschillende maten van therapieën geprobeerd om toch innerlijk zowel uiterlijk om zen te geraken. En dat is zonder de hulp van de jacuzzi niet gelukt en met de hulp van de jacuzzi is me dat uitstekend gelukt, dus ik denk dat dat genoeg zegt. Naast mijn handicap heb ik nog een klein euvel en dat is niks onoverkomelijks, maar het is psoriasis. Dat is een bepaalde huidziekte, dat krijg je onder de vorm van stress en daar helpt de jacuzzi wonderen wel aan, want kom eruit en de stress is weg, ik ben een nieuw mens. Wij zijn heel tevreden over het systeem en zeker omdat de aanpassing goed gelukt is naar onze zoon toe. Ik zou het iedereen aanraden, omdat niet alleen hij, maar ook wij ervan genieten. En de handicap op zich mag geen belemmering zijn om zo een systeem aan te schaffen, want overal zijn er oplossingen voor.